Als je voor een van de eerste keren met de camper op pad gaat, kun je best een beetje geïntimideerd voelen door de grootte van het voertuig. Voordat je daadwerkelijk achter het stuur gaat zitten, is het handig om de camper na te lopen. Alvorens we met de camper gaan rijden, moeten we even een paar zaken in acht nemen. Voor de veiligheid, maar ook voor het reisgemak. Om te beginnen, deuren, luikjes, klepjes, alles sluiten. En als je denkt dat ze dicht zijn, toch nog even goed nadrukken en checken. En dat doen we aan beide zijden van de camper. Als buiten alles gecontroleerd is, kunnen we naar binnen. Ook hier worden alle lades en luiken gecontroleerd. Dan is het tijd om achter het stuur te kruipen. Tijdens het rijden met campers zijn de spiegels heel erg belangrijk. Zorg er dus ook voor dat je die altijd als eerste goed op je zitpositie en postuur instelt. Links 2, rechts 2. Gewone spiegels voor naar achter te kunnen kijken en vaak ook nog daaronder 2 dode hoekspiegels. We hebben ook nog een binnenspiegel. Daar heb je vaak niet veel aan in een camper, omdat aan de achterkant alles dichtgebouwd is. Heb je nu een achteruitrijcamera met een mooi schermpje op je dashboard, is dat de vervanger voor je binnenspiegel. Als je met je camper bochten gaat nemen, zorg er dan voor dat je ze lekker ruim neemt. Je hebt een lange wielbasis, je hebt een lange overhang, dus dat betekent dat je ook plek nodig hebt om te kunnen draaien. Pak hem dus niet te kort, maar pak hem lekker ruim. Zorg ook altijd dat je weet hoe zwaar je camper weegt. Want je kunt onderweg ook beperkingen tegenkomen wat betreft gewicht. Let ook op je remweg. Want je hebt een zwaar voertuig bij, dus het kan zomaar zijn dat je remweg wat langer is. Hou daarom ook altijd voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Let ook op laaghangende takken, uitstekende balkonnetjes, lage viaducten. Zorg er dus altijd voor dat je de hoogte van je camper kent. Wat frontschade en een hoop stress. Weet ook de afmetingen van de camper. De lengte, de breedte en de hoogte. Schrijf ze op en plak ze op een plekje waar je ze makkelijk kunt zien. Zoals bijvoorbeeld achter je zonneklepje. Kom je nou bij een hoogte of een breedte of een lengtebeperking, dan weet je direct of je er wel of niet in mag. Vaak moet je manoeuvreren als je op een camping of camperplaats aankomt. Schakel ook hier bij twijfel de bijrijder in. Deze kan je helpen bij wat je niet ziet. Ook een achteruitkijkcamera ziet niet alles. Nou, voor ons kan het genieten nu beginnen. We hopen dat we je met dit filmpje een beetje wegwijs hebben kunnen maken in het rijden met de camper. Het wijkt niet zoveel af van het rijden met een auto. Hou alleen even de tips in de gaten die u gezien heeft in dit filmpje.